Onlangs is voor de regio Rivierenland een nieuw taalakkoord gelanceerd. Het taalakkoord moet bevorderen dat verschillende organisaties betere afstemming vinden om zodoende laaggeletterdheid in de regio aan te pakken. Bijna 1 op de 5 personen kan in Tiel niet goed lezen, schrijven, rekenen of met een computer omgaan. Laaggeletterdheid is dus nog altijd een groot probleem. Dat is zeker een groot probleem. Gemiddeld in Nederland is het 12% is laaggeletterd, maar in Tiel is het bijvoorbeeld 17% van de inwoners is laaggeletterd. Het is lastig om laaggeletterden te vinden en te helpen. Er zit nog wel schaamte en taboe op, hè? Dat mensen zeggen, het is een beetje lastig. Je gaat niet zeggen dat je niet zo goed kan lezen en schrijven. Mag je gewoon wel zeggen, want iedereen heeft dingen die hij niet kan. Maar het gaat er juist om dat wij die mensen graag willen vinden. En dat we ook kunnen kijken, hoe kunnen we mensen nou helpen? Iedereen heeft zijn talenten, alleen je kan toevallig net niet zo goed lezen en schrijven. De afstemming tussen organisaties begint al zijn vrucht af te werpen. We hebben nu als thema gekozen gezondheid en gezondheidsvaardigheden. Dus dat betekent ook dat je recepten of bijsluiters moet lezen. Of een brief van de huisarts of wat je formulieren moet invullen voor het ziekenhuis. Want dat zijn allemaal dingen die mensen die moeite hebben met lezen en schrijven lastig vinden. En we willen eigenlijk al die partijen die zich daarmee bezighouden erop wijzen. Zorg dat je geen moeilijke taal gebruikt. Mocht je mensen spreken, verwijs ze dan ook door naar bijvoorbeeld de taal in de leerhuizen. Wees bewust dat je mensen daar heel goed in kan helpen. De komende tijd komen er nog meer initiatieven om laaggeletterdheid aan te pakken.